Als ik ga zweten, dan ga ik ook langzamer lopen. Okido, weer een nieuwe Martijn's Marathon podcast. En Jo is mijn gast. Niet voor niks. Jo, je bent 70 jaar geworden al enige tijd geleden. En dat heb je gevierd met 70, inmiddels zelfs 71 sub-3 marathons. Ja, dat is wel, daar kijk ik tegenop. Ja, Martijn, dat is een kwestie van ademhalen, doorlopen, volhouden, afzien natuurlijk ook, maar ook vooral genieten. Ja. Dat genieten, dat herken ik wel een beetje in ook voornamelijk de trailruns die ik heb gedaan. Maar dat afzien, dat heb ik nu inmiddels wel ontdekt. Dat is wel mijn letterlijke pijnpunt, want dan haak ik meestal af. En als ik ga zweten, dan ga ik ook langzamer lopen. Oké. Ja, zolang maar niet zweten van angst is, maar van inspanning, dan is het niet spannend. Oké. Nou, misschien wil je jezelf even voorstellen voor degene die jou nog niet kennen of die we even hun geheugen moeten opfrissen wellicht. Wie hebben we voor ons? Nou, ik ben dus Joost Schoonmoot uit Maastricht, inmiddels 70 levensjaren. En vrij laat begonnen met hardlopen, op mijn 36e. Tot die tijd had ik alle smoesjes die de jeugd van tegenwoordig ook heeft. Hè. Daar word je moe van, dan ga je van zweten. Ik kost een hoop tijd en val, het is niet leuk, dacht ik toen. Oh, ja. En uiteindelijk heb ik de loopdraad toch opgepakt, omdat Gauss holgehalte was aan de hoge kant. En dat was de keuze of anders eten, of maar wat bewegen. Dus ik heb toen gekozen voor het bewegen. Rondje om de kerk is groter geworden. Uiteindelijk tot in Nepal en in Zuid-Afrika gelopen. En het rondje loopt nog steeds lekker. Ja, ter voorbereiding op ons gesprek heb je me al wat verblijd met wat de prachtige foto's. Waar je dan ook hier en daar wat onderschriften bij hebt gegeven. Dit was mijn snelste marathon, 2:41 als ik het goed heb. Op mijn 54ste levensjaar. Ja, klopt. Kijk, als je later begint, dan is je echt absoluut de hoogtepunt is natuurlijk weg. Maar ik wil dan niet zeggen dat je dan nog kunt groeien. Dus wat ik merkte, dat ik eigenlijk mijn 54ste, mijn beste tijden gelopen heb. Toen liep de marathon bijvoorbeeld in 1 uur 41 nog. Ik denk vooral de langere afstanden, zoals de marathon of nog langer, dat dan vooral de leeftijd nog niet echt een ding hoeft te zijn. Zelfs sterker nog, je kunt je voordeel eruit putten, doordat je meer ervaring hebt en meer inhoud gecreëerd hebt. Oké. Ik zit nu te pushen. Die marathon onder de 3 uur, die moet ik nu nog hebben, want ik ben nu nog geen 40. ik ben 39 en ik word in juli 40. Dus ja, ik dacht, ja, voor mijn 40ste moet dat gebeurd zijn, anders gaat het er nooit meer worden. Maar dit is wel een goed, Nee, dit is goed nieuws. Ja, nee, ik denk dat inderdaad voor degene wat nog zoveel jaar te gaan hebben, het een hoopvol bericht kan zijn dat je verder nog kunt groeien, ook na je 40ste en zelfs na je 50ste nog op die lange afstand. Kijk, wat ik wel merk, als je ouder wordt, op een gegeven moment, het verval is niet tegen te houden, dat is absoluut zo, maar het is niet zo desastreus op de marathon. Kijk, een korte afstand, een 5 kilometer, daar zit ik veel meer dat je het verval daadwerkelijk ziet. Maar het langere werk is vaak het nog niet zo'n probleem. En waar hebben we elkaar leren kennen? Want ik ben je een paar keer tegengekomen. En, wat mij bijstaat is bij trails voornamelijk natuurlijk. Ja. En ik dacht bij de trail in België, Maasmechelen, daar ben je ook geweest. Hè? Ja. De Terhulst trail, daar sowieso weet ik nog. Ja, ja, je petje valt altijd wel op. Dus, Ja, en die heb ik nou voor deze gelegenheid niet aangezet. Opgezet moet ik zeggen. Maar goed, ja, en volgens mij de allereerste keer, ik weet niet precies of ik het goed omschrijf, maar ook natuurlijk een beersport event, de Heuveland Marathon. Ja. Editie 1, helaas is er maar één geweest. Ja. Dan moest ik alle zeilen bijzetten om je in eerste instantie bij te houden. En uiteindelijk een heel klein beetje voor te kunnen blijven, maar dat kostte nog wat moeite. En toen heb ik, de hele tijd rondom je heen gelopen. Dat was denk ik de eerste werkelijke kennismaking. Goed,
als je hardloper bent en je volgt de Essex Frontrunners lokaal, dan kan je er ook natuurlijk niet omheen dat we jou af en toe voorbij zien komen. Ja, dat is natuurlijk wel een mooi avontuur dat men een 70-plusser als Essex Frontrunner erbij genomen heeft. En dat geeft ook aan natuurlijk dat Essex niet zozeer focus op de rappe mannen, maar eigenlijk het hele sportieve beleven. En dat kan van alles zijn wat met bewegen te maken en hardlopen heeft, erbij betrekt. Maar goed, als je zo'n heuvelmarathon of zo'n trail goed finisht, dan kan je wel zeggen dat het niet zo belangrijk is, maar dan zit je toch aan de, niet altijd in ieder geval bij de eerste helft, hè? Toch? Nee, dat wel. Maar bij trails vind ik veilig. Is het, sowieso kijk je niet naar tijden daar. Je gaat echt over het beleven. Maar een trail is wel absoluut goed, vind ik, om ook je te voor te bereiden op een marathon. Zeker als je wilt gaan voor een sub 3, doe je toch door die trail lopen, doe je toch een goede krachttraining op die je kunt gebruiken. Om daadwerkelijk die sub 3 marathon makkelijker de zaakjes dan te kunnen lopen. Ja, dat is denk ik ook wel gelijk iets waar ik wat ik vaker heb gehoord en waar ik echt wel hard mee aan sta. Om diversiteit en afwisseling in die trainingen te doen. Niet alleen qua tempo, maar ook qua ondergrond. Ik vind het heerlijk om afwisselend vooral natuurlijk te lopen. Ja. Kijk, als je alleen maar asfalt lopen. Denk dat je veel blessuregevoelig bent als dat je heel veel afwisseling zoekt en ondanks de hindernissen die natuurlijk ook in trail voor eens een keer je kunnen opbreken, is het toch altijd verstandig om vooral ook dat onverharden op te zoeken. Het was niet voor niks dat men het begrip trail is nog niet zo heel lang. Daarvoor noemden we het crossen of berglopen. Hier in Nederland, dat weten veel mensen nog niet, denk ik, hebben we een Nederlands bergloopcircuit gehad. Dat was voor de tijd dat er al die trails waren. Ja. Had je in Nürnberg had je natuurlijk de meeste van dit soort events. Ja. Maar je had de Wageningse Berg. We hadden in Den Helder hadden we een of andere duin liggen, wat dan ook in het bergloopcircuit zit. En we hadden de Wilhelminaberg, waar zelfs een Nederlands kampioenschap bergloop werd gehouden. Dus voor de triltijd. Veel gebruik om inderdaad de afwisseling te zoeken tussen het op de weg lopen. En het onverharden wat je toch veel krachtiger maakte. Ja. Aha. Nou ja, goed. Het trail is natuurlijk ook maar een letterlijke vertaling van pad. Hè, of weg. Dus op zich. Ik kom graag in Limburg om de heuvels te traceren. Via allerlei smalle en bijzondere paadjes. Het Drielandenpunt op klimmen. Dat heeft... vind ik echt heel fantastisch. Ik ben eigenlijk al best wel vaak. Ik heb alle Valsenberg Drielandenpunt trails meegedaan. Ja. Omdat ik dat gewoon fantastisch vind. En het bijzondere van Limburg ten opzichte van bijvoorbeeld de Ardennen is dat het misschien iets minder hoog is. Maar ik vind het wijde omgeving, het wijde veld vind ik altijd zo mooi. Als je echt het heet niet van iets Heuvelland. Ja, nee, dus het zijn eigenlijk ook de uitlopers van de Ardennen waar we in zitten. Ja. Dus begint het gevoelig een beetje. Maar zelf doe ik bijvoorbeeld, kijk, Limburg zeg ik wel aardig. Maar als ik nog wat intensiever wil trainen, ga ik veel richting Ardennen. Ja, dat kan helaas op dit moment natuurlijk niet. Maar daar is natuurlijk de uitdaging nog wat pittiger. Ja, dat is iets ruiger natuurlijk. Hè? Je hebt wat steiler klimmen, de klimmen duren nog wel ietsje langer. Ja. En die kunnen sneller op elkaar... op elkaar volgen. Dus je kan het gek maken als je zelf wil. Ja, ik vind het goed. Trails vind ik heel leuk. Ik wil heel graag die marathon onder 3 uur finishen op knalhard asfalt. Maar dan denk ik ook dat ik toch wel weer snel de ontspannen loopjes waar de druk iets minder hoog is zal opzoeken. Want ik vind het toch wel... ik ervaar wel een beetje de druk die ik aan mezelf heb opgelegd als het om tijd gaat, hè? Ja, nee, maar dat is ook goed als je inderdaad jezelf een doel stelt om naar iets toe te leven. Dat helpt je toch net wat extra op te presteren. Maar het moet natuurlijk niet zo zijn dat je je focus helemaal zo strak gelegd hebt dat het dwangmatig aan het worden is. En dat je je energie op de verkeerde manier aan het verspillen bent. Veilig kun je vaak makkelijker iets halen als het ongedwongen is. Althans... niet van nature zo aanvoelt dat het een plicht moet zijn. Ja. En dat is bij een sub 3 vind ik ook het geval.
ik sta er niet aan de stap vooraf van, ik wil absoluut een sub 3. Pas gaandeweg eigenlijk, een aantal kilometer voel ik van hoe het lijf erbij ligt die dag en wat haalbaar is. En soms merk ik ook wel eens dat als je niet bij de les blijft in de marathon, want dat is natuurlijk het beste van een lange afstand om bij de les te blijven, focus te houden, dat als je halfweg bij spreken het draadje wat te veel laat vieren, ja, en dan komt op het einde komt er toch wel vaak dat duiveltje wat zeggen en je wilt het halen. En dat je dan natuurlijk extra moet knokken om nog alsnog dat te halen. Dus kantje boor bij mij of ik het wel of niet haal de laatste jaren. Oké, dat begrijp ik wel een beetje. Ja, want ik had in eerste instantie natuurlijk het idee om die marathon met een man of een groep van een stuk of 16, met twee voorfietsers, twee achterfietsers, wat waterdragers, het hazen laten invliegen, van alles en nog wat. En net echt, eigenlijk wilden we een soort kneuterige versie van de Breaking 2 organiseren. Ja. En dat hebben we dan de Sub 3 Marathon genoemd, hè, omgedoopt tot, helaas kan dat niet en we mogen niks organiseren. Daarnaast mag je eigenlijk maar met z'n tweeën lopen met een trainer. Goed, aantallen zijn een beetje discutabel. Maar goed, in ieder geval niet met een groep. Dus wij zitten nu een beetje met z'n vieren. In twee duo's is het plan om de aanval te gaan openen op de tijd. Op 11 april. Ja, ik denk dat het een goede voorbereiding is. Als je laat... wat mannetjes hebt die daarin steunen, die niet helemaal solo hoeft te lopen. Nee, ik denk dat een fietser daarbij kan natuurlijk ook makkelijk zijn, ook voor de bevoorrading. Ja. Dus dat zou ik zeker ook wel proberen. En ja, kijken dat je route zoekt, ook qua winden zoekt, dat je dan nog wat steun hebt van medelopers. Dat is natuurlijk ook wel als je een beetje kunt verwerken. En pas het twee laatste deel die je echt je eigen energie vol hoeft te gebruiken. Probeer zoveel mogelijk je benzinetank, noem ik het dan maar, vol te houden. Begin niet te vroeg aan dat je koolhydraten op zijn en uiteindelijk zul je op je vetverbranding moeten doen. Dus je hebt in principe twee tanks, hè, de koolhydratentank en de vetverbrandingstankje. Dat eerste tankje is vrij klein en wees er zuinig op in het begin en zorg dat je dan inderdaad wat hulp hebt. En dat tweede deel, als er echt een vetverbranding aankomt, kun je deels op trainen natuurlijk. Ja. Maar dan wordt het echt natuurlijk harken op een gegeven moment als dat ook ver op is. Ja, dat denk ik ook. En wat is jouw tip om die voorraad, dat kleine benzinetankje onderweg vol te bij te tanken? Kan dat? Ja, ik moet zeggen, ik heb al jarenlang baat bij het gebruik van een magieblokje. Niet zozeer om de energie aan te vullen, maar meer om het verschijnsel van kramp en het zout aan te vullen. Dus wat dat betreft doe ik al jarenlang op de marathon gebruik maken van af en toe een hapje uit een bouillonblokje. Kemig. Heel smerig spul. je tanden gaan ervan rammelen. Maar mij helpt het wel. En ook meerdere mensen. Ook bij de trail is inmiddels best veel mensen die aan het magieblokje zijn. Wat dat betreft. Hey, dus als het komt om het zoden aan te vullen. Is dat in ieder geval eentje. Verder maak ik tijdens marathons. Zeker de stadsmarathon. Zoveel mogelijk gebruik van wat de organisatie daar aan spul heeft staan. Ja. En neem misschien 1-2 gelletjes mee. Maar dan is het ook max. En zelfs gebruik ik ook alleen maar tijdens wedstrijden, niet tijdens trainingen. Ik denk dat je het lichaam niet moet gaan verwennen, want dan heb je steeds meer van dat spul nodig. Terwijl dat wel op te trainen is. Net zo goed als je kunt trainen op de vetverbranding. Ja, die tweede tank wat ik noemde, dat kun je vaak doen door bijvoorbeeld op luchtere maag te gaan trainen. Dat je 's morgens niet echt een ontbijtpak, wel goed drinkt en daarmee die trainingen aanvangt, zodat al tijdens de trainingen de koolhydraten werkelijk nauwelijks aanwezig zijn en dat je vrij snel je vetverbranding oefent en die kun je ook, ondanks dat vetverbranding niet zo efficiënt is, kun je daar toch al leren mee ook wat sneller te lopen en zeker voor marathon het tempo vast te kunnen houden. Oké. Dus geen of weinig jelletjes dus? Heel weinig jelletjes. Ik heb bijvoorbeeld de 60 kilometer van Texel heb ik gelopen zonder enig jelletje bij me. Wel een bouillonblokje.
Oké. Dat Nou is ja. wel. Het gemiddeld jelletje kost iets van 1,50 euro. En ik weet niet wat een gemiddeld bouillonblokje kost, maar ik Dat denk dat je kost aan 10 niks. cent een heel eind komt. Het kost niks. Nee, ik ben daar verder op gekomen toen ik had last van krampen, de eerste marathons. En ik had ergens gelezen dat zout tekort een oorzaak Ja. zou kunnen zijn. Nou, ben ik gewoon in het keukenkastje gaan kijken en Wat heb je daar daar recept? lag de oplossing. Oké. Nou, ja, Dus ik weet. dat ga ik natuurlijk niet proberen bij de marathon die ik nu ga lopen, want dat lijkt me niet slim om te experimenteren. Nou, het is beter natuurlijk om tijdens trainingen te proberen. Zorg wel dat je genoeg water bij een drank of Ja. zo hebt. En doe het niet in combinatie met Coca-Cola of zo. Dat bruis je mond uit. Ja, dat vind ik, maar ik ben wel fan van cola, vooral bij die trails. En dat doe ik wel, dan wil ik wel eens een cola en een water mengen. Zodat Ja. dat de koolzuur eruit gaat, maar dat je dan toch een beetje die zoetigheid hebt. En het zorgt ook een beetje voor de rust in je maag. Dus Ja, vooral in het tweede deel ook bij de marathon. Als je genoeg van die spoordrankjes naar binnen geslagen hebt, dan Ja. is zo'n cola is een mooie afwisseling. Dat ben ik met je eens. Maar ja, Zo de rest goed. van het jaar drink ik ook nauwelijks, maar dan Nee. wel. Nee, thuis, dat staat ook niet in mijn keukenkastje Coca-Cola. Ja, Maar. hetzelfde verder met koffie. Als je de hele week nauwelijks koffie drinkt, alleen op de wedstrijddag een kop koffie pak, krijg je ook wel die extra boost feitelijk. Ja. Ja, dus dat is ook wel een goeie. Gewoon een week ervoor weinig of geen Minderen, koffie weinig en koffie, dan. je lichaam eventjes laten ontwennen daaraan. Ja. En als je dan wel alsnog die koffie proeft, tenminste met mijn ervaring, dan Ja. smaakt het in de eerste plaats heel goed, maar dat werkt ook veel beter dan. Ja, met koffie heb ik het nooit gedaan. Ik heb wel eens, en dan zei ik het bij Running Ground, dus, dan zei ik, ja, ik ben een suikerdip aan het creëren. Dus dat betekent dat ik de 2 weken vooraf, de taperweek, Ja. trouwens dat is vandaag de eerste dag, Ja. dat ik dan nog minder nou ja, snoep, koek, dat soort dingen eet. Ja. En dat ik dan inderdaad de dag ervoor en op de dag zelf. Dat je dan als je suiker eet, dat je dan toch weer die boost krijgt. Oh ja, dat was het ook weer. Dat was ik even vergeten. Dus ik Ja. hoop dat. Nee, dat zijn van die trucs inderdaad, wat je inderdaad zeker baat bij zult hebben als je daar. Hey, en als we het over trucs hebben, ik verwacht dat de eerste 30 kilometer op tempo, nou ja, 4:14, 4:15, daar heb ik heel veel vertrouwen in. En dan blijven er nog 10 à 12 kilometer over. En dan, wat zijn de trucs waar ik. Ja. 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 En ben jij degene die het heel strak altijd loopt van het begin af aan, of heb je nog wel eens een. Oké. Ja. Yeah. 20 minuten, ja.
Ja. Nee. Nee. En ook geen 1,5 liter bier, neem ik aan. Oké. Okay. Ja, ik ben eigenlijk ook echt een bierliefhebber. Dus ik heb ook een mooie. Ik zal even laten zien dat je een mooie overwinningsfles die staat hier al klaar.
ja, goed. Ja. Nee, nou ja, goed, dan zie je het wel. Hey, en wat ik ook nog even wil doen, is, er is een superleuk artikel over jou. Ja. Dat is de editie van, moet je me even helpen hoor, is dat Januari? januari Ik nummer? dacht wel, ja. Wat, Ik heb er hier een paar liggen. Ik heb voor mij niet het januari nummer nu hier bij de hand. ik heb een link, als je het artikel nog online zoekt, hè, ik heb een link op mijn webpagina staan waar je het nog kunt downloaden of bekijken. Ik ga hem voor de luisteraars en kijkers van deze podcast in de aftitelingen erbij plakken. Zodat ze Ja. wat kunnen. Want dan gaat het over jouw 70-jarige jubileum en je 70 sub 3 marathons, hè? Ja, Is en dat. een stukje historie zit erbij. Verder zit er een beetje levensverhaal in verwerkt Ja. met inderdaad de resultaten. Nou, heel erg leuk. Bedankt voor je tips. Goed, Martijn. Lekker een biertje drinken. Doe Minder we. hardlopen komende 2 weken. Ja, absoluut. Magie blokje, magie blokje. Mag ik blokje? En ja, ook niet onbelangrijk, toch een beetje die druk voor jezelf opvoeren. Ja, maar niet in het extreme dat je er zelf middels om gaat slapen, bijvoorbeeld. Want dan ben je natuurlijk te ver doorgeslagen. Slecht slapen of zenuwachtig slapen, dat doe ik Ja. meestal wel hoor, de nacht voor een marathon. Maar, nou ja. Ja, en laat de fles nog even gesloten tot 10 graden. Ja, oké. Nou, ik zal voorzichtig doen. Goed, goed, Martijn. Hey, heel erg bedankt voor je tijd. We gaan Ja. natuurlijk aan alle luisteraars vragen of ze even op de duim en de like en zo willen klikken. Maar vooral, ik ga het met je delen. Ik ga er iets leuks van maken. Ja, geef de link maar door, zo snel als het klaar is. Dan zal ik ook bij mij de social media nog plekken. Dan heb je gelijk, denk ik, ook wat extra kijken of luisteraars. Superleuk. Goed. Jo, dankjewel voor je tijd. Ja, Martijn, een mooie dag. Ik Groetjes zou dan, hè. zeggen, keep running. Yes, Yes, bye bye. bye. Tot later. Ik zit er binnenin. binnen. Hoi, hoi. Nergens anders kan ik wennen. En ik wil het ook even mee. Dit is mijn schat, dit is mijn kracht. Dit is mijn hart, mijn binnenstad. Hier is de top, hier kom ik los. Zitten we kom, ik zit er vast.